Waterpolo, 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 waterpolo. U luistert naar waterpolo. Oké, dames en heren, welkom terug bij Sportnet TV vanuit Curaçao. En je ziet hier, samen met Ilko sta ik hier te kijken wat er hier rondomheen in Curaçao gebeurt. Er is wel iets bijzonders aan de hand in Curaçao, want er is iemand gearriveerd die wij graag zouden willen spreken. Ilko, wie is dat? Nou, we zitten hier op Mamba Beach en we hebben een afspraak met Mike van Duinen, de bekende waterpoloer van Nederland. Eigenlijk de bekendste waterpoloer van Nederland. En nou, die zal hier zo meteen op het strand bij ons komen en hebben wat vraagjes over het afgelopen seizoen en het komende seizoen. Oké, okay, heel goed. Nou, laten wij die kant op gaan lopen, dan zullen we hem vanzelf wel tegenkomen, denk ik. Ik zie hem al. Ik zie hem al aankomen. Ja, daar komt hij. Hij komt erbij. Hey Mike. Hoi jongen, alles goed? Ja. Oké, ik kom erbij jongen. Mike van Duinen. Oké, dan is hier Mike van Duinen. Je kent hem wel, de waterpoloer van HZ Sian uit Den Haag. Hij is degene die in de kwartfinales van de Nederlandse de titel uitgeschakeld is. En uiteraard is natuurlijk de eerste vraag die we aan Mike gaan stellen. Van hoe komt het nou dat dat toch gestrand is in die kwartfinales? Ja, hoe komt dat nou? Dat heeft een aantal redenen. Ik denk gewoon dat de ZVB het allereerst goed heeft gedaan. Maar dan moet ik ook meteen zeggen dat wij het minder goed hebben gedaan. We kampen al het hele seizoen met heel veel blessures. En, ja, dus, we zijn nooit eigenlijk compleet met ons team. Dus ja, dat is eigenlijk wat minder. En, ja, mag ik even tussendoor even die eerste wedstrijd terughalen. Die 3-4 werd voor ZVB op de donderdagavond thuis. 30 schoten, 1 doelpunt. Wat kan je dat verklaren? Ja, hoe kan ik dat verklaren? Ja, gewoon beter schieten, dat is het eigenlijk. Maar 1 doelpunt is gewoon echt te weinig op. Als het 30 schoten, ik weet niet of het 30 schoten waren, maar het is gewoon echt te weinig. Ik heb ze geteld. Het waren er 30. Dus sowieso het hele team was die wedstrijd gewoon niet op schot. En zoals jullie weten bij ZBB en bij Sian zijn het gewoon twee hele goede keepers. En alle twee onze teams moeten het eigenlijk hebben van de verdediging. En dus ja, aanvallend was het gewoon echt allemaal wat minder. Ook bij ZBB schoten ook heel veel kansen mis. Maar ja, zij weten wel net dat het ene doelpuntje meer te scoren door mij. Ja, precies. En het gekke is trouwens dat het ene doelpunt eigenlijk op naam kwam van jou, hè? Jij was degene die dat ene doelpunt scoorde van de 30 schoten die gedaan werden. Ja. En ook aan de binnenkant paal of zo, hoe was dat ook weer? Hoe ging dat ook weer, dat schot? Ja, dat was een beetje... Ik kreeg een overtreding buiten de 5 meter en ik denk, nou, ik probeer het een keer. En toen schoot ik hem wel mooi erin. Maar ja. Dat inderdaad, wat jullie net al zeiden, wel meer doel kunnen zijn. Ja, zeker. En, Ilko, heb jij nog iets voor Mike? Ja, nou, wat doe je hier eigenlijk? Nou, vakantievieren natuurlijk. Het is echt ongelooflijk. Wij Sportnet moeten hem achterna gaan reizen. Want we wilden eigenlijk al in Nederland al op het Scheveningse strand al een interview met hem hebben. Maar ja, Mike zei van, nou sorry, ik ben er niet. Ik zit op Curaçao, kom hier maar hier naartoe. Ja, wij hebben dat dus maar gedaan, hè Ilko? Ja, het is heel naar. Maar goed, de eigenaar schuift graag geld naar ons toe, dus ja, bij deze konden wij ook naar Curaçao. Ja. Heb je nog iets, Mike? Kijk, wat eigenlijk voor het komend seizoen? Blijft dat team nog een beetje intact, denk je? Nou, het komend seizoen hebben wij met de meeste spelers van Heren 1 hebben wij een soort pact gesloten. En dat is voor mij, ik dacht in de kerstvakantie, toen we hadden gewonnen bij Donk. Toen hebben we allemaal met een biertje in onze hand, hebben we 5 op tafel geslagen, dat we allemaal sowieso nog 5 jaar doorgaan. Kijk, 5 jaar? Op een aantal spelers na heeft iedereen dat gedaan. Dus in principe blijven we redelijk compleet. En we hopen natuurlijk op aanvullingen van andere verenigingen. Maar ja, dat is nog even afwachten. Ja, of voor wat de eigen jeugd, hè, want ik heb begrepen dat uiteraard het tweede team ook wat jongens door zijn aan het stromen. Ja. Zijn er wat mensen ertussen waar je denkt van die kunnen die stap maken? Nou, je hebt natuurlijk al Sven Tamminga die dit seizoen... eigenlijk heel goed meedraait in het eerste en eigenlijk nu al een beetje bij het eerste hoort. En andere kansmakers vind ik persoonlijk Stefan Derwig. Ja, dan moet hij wel echt proberen hard te blijven trainen, maar hij is de laatste tijd al goed mee bezig, dus dat komt denk ik wel goed. Oké, dus dat zijn in ieder geval mensen die gaan komen. En,
Wat ik dan denk van de Harst, blijft nog één jaar sowieso. Ja. Je zou graag afscheid willen nemen met een prijs. Wat voor prijs heb je dan voor ogen? Nou, het lijkt ons sowieso gewoon leuk om een prijs te pakken. Als het de beker, als het kampioenschap. Tweede van Nederland is natuurlijk ook altijd mooi, maar ja, de prijs, dat is toch echt iets. Dames en heren, kijk eventjes naar de omgeving hier. En dan zie je dus dat we afscheid nemen met datgene dat Mike zegt. We gaan dus een titel halen, een titel in Den Haag halen. Voor Ron van der Harst en voor heel Haast het Sion die dan meer dan 100 jaar bestaan. En nou ja, goed, met deze achtergrond mag dat gewoon toen niet mis zijn. Wil je nog iets tegen de kijkers thuis zeggen, Mike? Nou, groetjes hè, uit Curaçao. Ja. Ik sluit me hierbij aan. Oké, dames en heren, dit was Sport met TV vanuit Curaçao. Dankjewel.